Hallo allemaal en welkom bij deze tutorial video van Farming Simulator 25 over het aanmaken van velden en herkent de helper of het GPS systeem het nieuw aangemaakte veld of als je velden aan elkaar ploegt, herkent hij dat? Daar gaan we achter komen. Als eerste, je hebt bijvoorbeeld deze twee velden en ik wil van deze twee velden één maken. Krijgen we dat voor elkaar? Ja, we hebben natuurlijk de ploeg, net zoals in andere farmings is dat... Farming edities. Hebben we de gewone ploeg. Zet je hem ongeveer neer waar je hem wilt hebben. Of wat je erbij aan wilt ploegen. En dan let op, daar links bovenin. Daar staat ook een minuutje velden aanmaken. Of velden maken toestaan. Die drukken we in. Nu staat er beperken tot de velden. Wanneer je die weer indrukt. Dus dan ploeg je alleen binnen de velden. En nu kunnen we dus... een veld erbij ploegen. Of groter maken, of velden aan elkaar maken. Of bijvoorbeeld als je een survival doet en je moet zelf al je velden maken. Dat kan op deze manier. Velen van jullie weten dat natuurlijk al, maar ben je nieuw, dan is het natuurlijk wel een handig weetje. Dat is natuurlijk met de gewone ploeg. Maar nou is de vraag, kunnen we dat ook met andere type ploegen doen? Bijvoorbeeld een diepploeg of een schepper. In voorgaande edities kon het niet, maar we gaan nu eens kijken of dat wel kan. Nou, pakken we eerst even de massie met de schepper. Ik vrees dat het niet kan. Of vrees, ik denk dat het niet kan, want ik zie links in dat menuutje geen aanpassing. Maar we gaan het even kijken. We zetten hem aan, laten hem zakken. Kunnen we op I drukken. Ik kan op de I drukken wat ik wil, of de I drukken wat ik wil, maar er gebeurt helemaal niks. Daar hebben we dus niks aan. Dus deze valt al af. En een diepploeg dan. Pakken we de stijger en doen we dezelfde test. Nou, voor de oplettende kijker, ik zie alweer niks veranderen links in mijn beeld. Ik kan op I drukken wat ik wil, er gebeurt niks, maar we gaan er toch... even testen. Je ziet, er gebeurt er helemaal niks. Ik ploeg alleen de huidige velden eronder. Wanneer ik nu deze even aan de kant rijd en ik ploeg eventjes met die andere ploeg deze twee velden aan elkaar. En dan gaan we straks gelijk even een test doen. Dus ik ploeg deze velden even snel aan elkaar en dan kom ik zo bij jullie terug. Het is niet de meest mooie ploegresultaat wat ik nu doe. En ook niet zoals het hoort, want ik ploeg nu van elkaar af. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom, kan de helper nu het veld herkennen en kunnen we GPS gebruiken op dit nieuwe stuk? En ziet hij dit als één veld? Dan gaan we nu, dat gaan we nu even proberen. Pak ik toch weer eventjes. Wat zullen we doen? De stijger dit keer. Volgens mij hoef ik hem niet eens te verrijden. Kan ik dat zo doen? Dan drukken we even de H in. En jawel, je ziet hier... hij heeft dit als één veld geselecteerd. Er zit hier een raar hoekje in, maar dat komt omdat ik het niet zo netjes aan elkaar heb geploegd. Dus als je dit netjes afwerkt, dan zal hij dit ook gewoon netjes verwerken. Nou, dat is dus de helper. Die herkent het veld. En eigenlijk herkent je stuurhulp, je GPS... die herkent dit veld ook. Laat dit even staan. Oké. Ah. Nou, boerin Betty die gaat aan de slag. Benieuwd of die andere trekker ook in de weg staat. Nee. Hij begint random. Maar. Zo zie je. Je kan dus gewoon een veldje ploegen. Zelf of twee velden aan elkaar. En de helper en de GPS herkennen dat. Kind kan er was doen, denk ik. Tot zover deze tutorial van Farming Simulator 25 over het velden aanmaken. Ik wil je graag bedanken voor het kijken. Mocht je hier wat aan gehad hebben, mocht je het een leuke video vinden, druk dan even die duim erop. Zou ik erg waarderen en je helpt mij er enorm mee. Wil je meer van dit soort video's zien, vergeet dan niet te abonneren. Zie ik je graag bij de volgende video weer terug.
Onsien.